Hey, we hebben een hele spetterende show gegeven. Allereerst, wij hebben genoten. Dank je wel. Een compliment. Dank je wel. Dank je wel, man. Heel erg genoten. Vraag, eigenlijk denk ik dat het alleen maar sinds beantwoord is. Waren jullie heel zenuwachtig van tevoren? Ja. Gezonde spanning. Ja. Ik was vooral heel gespannen voor Philippe. Zou hij het redden? Nee, ja. jij als bewijs gewoon. Nee, we hadden gezonde spanning in elke show. Omdat wij weten in ons hart, in ons hoofd, wat wij willen doen straks. Niet alleen in Ziggo Dome, maar ook vanavond. Want we waren vanavond hier net teleur. En de mensen, die moeten ze lachen. Dat was de bedoeling. En we hebben allemaal leuke dingen bedacht. Maar de vraag is, van, gaan ze elke grapje begrijpen? Gaan ze de goocheltruc tof vinden? Gaan ze het waarderen om een bal tegen de hoogte? Goochel, illusionist zijn. Oké. Dus ja, het was gezonde spanning. En is het nou voor jullie heel anders, of moeilijker, of leuker, of makkelijker om met z'n vieren zo'n productie te doen? In plaats van hier eentje? Veel gemakkelijker. Wij zitten van in het begin op dezelfde lijn, er wordt nooit gediscussieerd. Superleuk. En Guido, vertel. Ja, nou, Philippe schrijft eigenlijk alles. Ja. Dus vandaar dat ik nooit hoef te discussiëren. En wij voeren het uit. Ja. Zo werkt het eigenlijk een beetje. En heeft het publiek vanavond gereageerd zoals jullie verwacht hadden? Nee. Wat vinden jullie zelf vanavond? Last! Heel enthousiast publiek. Ja. Ja. Super dankbare zaal. Voor en teleur is begrepen. Nou, maar weet je, ja, ze hebben op sommige grappen dat echt lachen. Dat oh, er zit eigenlijk ook een grap. En sommige dingen denk je van, oké, dan moeten we even nog scherper maken. Dus het was echt een goed publiek. Ja, goede try-out ook om uit te proberen. En kunnen jullie iets vertellen hoe het idee is ontstaan met z'n vieren? Nee, dat kan niet. Okay. Volgende vraag. Later. Ik kan er wel zeggen, RTL die heeft mij als eerste gebeld. En toen zei ze, Guido, wil jij in je eentje in de arena staan? Ik zei, weet je, misschien is het leuker als je zo'n moment dan toch pakt om het dan te delen met je vrienden. En toen heb ik hun gebeld en zei ik van, ja, willen jullie arena? Toen zei ze, nee, doe eerst iets kleiners. Dus zo is het eigenlijk ontstaan. Ja, klopt. Mijn manager had gezegd, je moet beginnen in de kleinere zalen. Ja. En toen heb ik mij gebeld, zo van, Guido is nu op zoek naar vrienden om mee in... om in Ziggo te staan, maar we bellen jou alvast. Wil je het doen alsof je een vriend bent? Ik zeg, ik ben de lulligste niet. Als ik Guido dan weer neem. Ja, dat Gabbers, hè? Jongens? Nee, superleuk. Uiteindelijk is de naam van de voorstelling Gabbers, dus wel echt serieus geworden. Jullie zijn echt Gabbers geworden. Ja, we zijn wel uiteindelijk wel Gabbers geworden. Het is niet zo begonnen. Ik mocht geen van hun. Nu nog steeds niet. Maar het is heel gek als je opeens heel veel geld betalen. Dat vind je allemaal leuk. Nee, maar we zijn echt wel Gabbers geworden. En het is wel echt iets tof, iets unieks wat we aan het doen zijn. En ook vanavond in Etteleur. Dan kunnen we tegen onze kindjes en onze vriendjes vertellen. Wij zeiden, dit is het begin van iets heel erg tof. Dit doen wij niet alleen. Wij staan normaal gesproken alleen in een zaal, alleen. Maar niet de Ziggo Dome en ook niet met z'n viertjes in Etteleur. Dus we hebben vandaag echt kunnen genieten van elkaar. En we kunnen genieten van ons eigen ding. En nu kunnen we zo meteen straks samen gaan we achter en gaan we zeggen, oh dat was tof. En dat was tof. En normaal gesproken maak je het allemaal in je eentje mee. En dan ga je ook in je eentje met je technicus naar huis. En nou, tenminste, ik neem mijn technicus niet naar huis. Ik heb het trouwens wel, het mag niet van mijn vrouw. Het is mijn technicus daar. En je moet even filmen. Het is mijn technicus. En Guido heeft daar aan mij. Ja, top. Super. Ze weten nog niet dat het mijn technicus is. En nee, maar het is wel heel tof om dit met elkaar te doen. Ik ben blij dat we hier hebben gespeeld, want je kent de klassieker toch? Ja. Etteleur. If I can make it there, if I can make it. En wie zingt het? Ja, je kent het wel. Sinatra. Sinatra. En volgens mij, we made it here. We made it here. So. Tof theater. Tof theater. Is het een theater? Leuke ontvangst, leuke mensen. Ja, jij vond het eten echt lekker, hè? Hij heeft vier keer gegeten, omdat hij steeds moet kotsen. En dat zou ik zeggen wat erin hebt. Nee, sorry. Nee, Guido heeft gekookt. Sorry, het was niet leuk. Maar sorry. Nee, yes. Hartstikke bedankt. Echt waar? Ik kan in ieder geval zeggen, wij hebben genoten en de hele zaal met ons. Nou, dankjewel, man. Hartstikke bedankt.